Yo, kijkers van IMT, vandaag ben ik met een nieuwe aflevering van GTA 3. De vorige episode hebben wij een politieauto in onze garage gedonderd en iemand laten opblazen. En ik wil nu eigenlijk een ander autootje hebben. Ja, natuurlijk, dat gebeurt af en toe ook nog. Yo, kijkers van IMT, vandaag ben ik hier met een nieuwe aflevering van GTA 3. En gaan even kijken wat Luigi te bieden heeft voor missie. En dan gaan we kijken wat we gaan moeten doen. In de vorige episode hebben we een politieauto gehad en iemand opgeblazen. Natuurlijk niet even terug te kijken, anders volg je niet helemaal wat er allemaal gebeurd is. Wie zit er nog een lantaarnpaal neer? Dat is een politieagent volgens mij. Ik wil hem even dood hebben. Kop, geef dat wapen. Kijk. 9 bullets. I can shoot people now. Pump action pimp. There it goes. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Ammu-Nation opposite the subway. Oh, ik kan nu wapens kopen volgens mij, na deze missie. Ja, dacht ik al. En dat ik nog net een wapen hebben. Ik heb ook een ander wapen. Een shotty shot. Oké. Hier de ammunition. Laten we even snel wat wapens gaan kopen. Nooit waar dit handig is. Out of stock. Oké, ik heb nog steeds niks. Oké, dat is helemaal niks. Nou, daar gaan we dan. Daar helemaal naartoe. Drive, 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 drive. Nearby. Mission passed. Niet heel erg subtiel. Maar hey, het werkte. Mensen omleggen is altijd grappig. Pistol is now in stock. At Ammu-Nation. Het was... hier toch ergens. Ammu-Nation. Of dat één blok verder. Waar is de ammunition dan? Wow! Deze auto gaat boem doen. Waarom moest ik betalen? Waarom kost het mij dat geld? Ik heb hun toch niks misdaan? Niks met een stokje save of zo. Move! Get out of your car. Oké, even zien. Hier is de ammunition. Toch eigenlijk wat ik had verwacht. Van meer? Dat is er zeker niet. We gaan nog wat meer hebben. Zo, lijkt wel even genoeg. Nee, ik wil niet mijn cape hier naartoe. Nog steeds niet weet ik, nog steeds niet opgelost hoe ik eigenlijk mijn game fullscreen krijg. En volgens mij is de hele game gecrashed. Deze gasten nou van de kant willen. Wasted. Are you fucking kidding me? Serieus, wasted door die idioten in de deurpost gesteld dat ik er niet meer uit kan. Daarom moest ik dus gaan schieten. En daarom ben ik dus wasted. Wat een bullshit. Nou, weer terug naar de Ammu-Nation. Dat is wel makkelijk geld in van klanten. Oh, uitstappen jij. Je hebt geen toestemming om hier te rijden. Tutut. Watch out. Wow. Ik kan ook niet rijden. Maar dat wisten we al. Kan ik het echt ook niet. Volgens mijn vrienden. Ik rijd zoals een zot altijd door het verkeer. Was het niet hier? Maar hier is nog de Ammu-Nation. Nee, één blok verder. Hier was de Ammu-Nation. Toch? Of zijn we toch hier? Nee, ook niet. Niet hier? Ik ben altijd de Ammu-Nation kwijt. Ik weet niet waar die is. Ah, hier. I lick you up and down, baby. Lieve niet. Doe jij dat maar niet, wijfie. Die zweetvoeten van mij zijn niet zo gezond voor mensen. Zijn dodelijk. Red Light District. Rise. Ik had een vrachtwagen. Gus. Kijk, doe ik het weer. Ik trek wel elke buiten de game. Ik weet niet hoe ik dat moet fixen. Kijk, en dan crasht dus de hele game. Grandioos. Hij doet het weer. Als iemand weet hoe ik dat moet oplossen, laat het even weten in de comments. Dat is op zich wel handig. Ach, ik kan eens kijken in de settings. Misschien vind ik ze eten. Dus ik heb even aan een en ander settings geprobeerd. Maar tervergeefs kan het niet vinden. Nou, dan gaan we verder gaan met de missie van Luigi. De fistbal. The policeman's ball is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now I got girls all over town walking the street. Get them to the ball. They'll make a bundle. Get as many of them as you can. Before the cops drink away their green. Wow, okay. We gaan meisjes verzamelen. Oh. Dat is 1. Moeten we nog een paar hebben. Voor mij is deze map ook niet zo heel erg groot, zo'n idee heb ik. Want ik heb deze keer wel heel lang geleden de laatste keer eerder gespeeld. Dus toen nog in de tijd van PlayStation 2 of zo, was dat PlayStation 1 ergens. In dat tijdperk. Dus zeg maar gelijk aan de prehistorie. Komt u maar. De alle middels einstijgen, bitte. Ik ga nu richting het roze puntje. Ik zou misschien 2 keer moeten rijden of zo. Ik heb echt geen flauw idee. Ik hier eigenlijk moet doen. Hey, taxibedrijf. Lol. Nou, die heb ik weer een keer gevonden. Even zo, shortcut. Klein heuveltje. Oh, ik heb mijn busje vol. Oh, het is toch dicht bij de plek waar het moet zijn. Oh, is een klein feestje aan de gang. Hoppa, dan gaan we de volgende lading oppikken. 2,5 minuten tijd voor. Drive. Bitte einstijgen, bitte. Oké, als je op 1 minuut 30 staat, ga ik weer terug. Dan komen we zo nog op tijd. Ik weet niet of ik allemaal moest. Althans, ik hoop het niet. Dat wordt wel heel lastig met deze auto. Gewoon iets sneller de auto mogen regelen. Of iets betere route mogen rijden. Zo, die is ook ingestapt. Deze auto is niet meer vooruit te branden. Red Light District. Snap je hem? Red Light. Sorry, dat is heel jammer. Jongens, ik maak die grap nooit meer weer. Afgesproken bij deze. Volgende episode pas weer. Waar zitten al die wijven? Jezus. Wat heb je hier weer te zoeken? Onder een mislukte reclamespot of zo. Hier, nou moet ik nog 2 oppikken. Zou dat gaan lukken? Wat denken jullie? Laat even weten in de comments. Laat hoezo wel een like achter en niet aan het abonneren. Dat gaat me zeker helpen om dit snel te kunnen halen. Dus, there we go, let's try. De auto zit hoezo vol. En vloep. Zo tussendoor. Zo, dat gaat allemaal maar net goed. Shortcut. Ook dat hier een muurtje stond. Maar dat was dus helemaal niet zo, jongen. Even kijken. Nog een paar. Dus alle 8 niet gaat lukken. Dus ik hoop nog wel 7 kan halen. Maar ik ga toch proberen voor alle 8. Dan moet ik nog wel heel snel zijn we rijden. Er zit nog best wel een stukje weg. Ik had zo'n idee dat ik deze missie niet ga halen. Puur doordat ik die laatste niet kan halen. Binnen de gestelde tijd. Oh, ze zijn ook hier boven op de brug. Ja, dat ga ik wel helemaal niet halen. Oké, wel mission passed. Oké, ik ben helemaal happy. 3000 doekoes. Rustig. Oké, zoek even zo'n auto. Ja, dat wil ik wel. Maar dan moet je wel eens uit de auto stappen. Denk, is je auto mee? En dan gaan we erover praten. Nee, daar gaan we weer. Kut game. Kut game. Doe het. Goed zo. Je verwacht, dan heb je de Steam version. Dit probleem wel opgelost zal zijn. Maar dat is dus niet zo. Geen flauw idee meer hoe lang ik eigenlijk bezig ben. Dus ik ga mijn game saven. En ik zeg, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Tjus.